Ik ga ondertussen lullen voor spullen, nieuwe stijl. Want ik heb een flink boodschappenlijstje van Patricia meegekregen. Zo, die staat. De handicap vandaag. Oh, die is leuk. Er zijn verboden woorden. Ik mag ze niet uitspreken. En mocht ik onverhoeds toch een verboden woord bezigen, dan staat daar een tegenprestatie tegenover. Chauffeur zijn op de bierfiets van het vrijgezellenfeest van... En dat mag ik dan niet zeggen, want het is namelijk nog een verrassing. Hartstikke leuk bedacht. Ik heb er geen zin in, maar u vindt dit leuker, dus ik doe gewoon mee. Daar gaan we. Alles goed? Ja, zeker. Zullen we beginnen met een trapeloos instelbare van bovenaf te doseren persoonlijk watergordijn? Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, dat is waarschijnlijk zoiets waar je nat van wordt. Is voor het huis van Patricia dat we proberen te verkopen in Amsterdam. We hebben niet zoveel bouwbudget natuurlijk. Nee. Een reflectiescherm, zodat je kunt zien hoe je bent wakker geworden. Volksmond de spiegel? Ja, deze doet het. Ja. En daarbij een bassin waarin men water kan dispensen. Een wastafel. Een wastafel. Heel goed, fijn. Nou heb ik geloof ik dan bijna alles, behalve dan nog... De ontlastingsunit. Hier wordt veel op gezeten. Dit hier wordt populair. Ja, dit is een populair model. Nou, als jullie dat voor mij willen installeren, dan Amsterdam Zuidoost. Ja, gaan we regelen. Dat wij een snelle koop kunnen realiseren. Nou, gaan wij dat voor elkaar maken. Goed, ja, bedankt voor de ontvangst. Ja, graag gedaan. En veel succes nog met het verkopen van kamers waarin mensen zich schoonmaken. Dat gaan wij doen. Sorry voor het vrijgezellenfeest. Jullie zullen zelf moeten fietsen. Het is niet anders. Veel plezier. Is er wat?